goede zondagmorgen, lieve mensen. Het is vandaag zondag, zoals ik net al zei. En moet je opletten wat er in het Nederlandse kikkerlandje aan de hand is. Huh? Het sneeuwt. Ik hoop dat er een flink laagje komt te liggen zo. Dat er over een uurtje gewoon al best wel een flink laagje zit. En dat wij lekker naar buiten kunnen en met de baby's in de sneeuw kunnen gaan spelen. Hoe tof zou dat zijn? Baba! Het sneeuwt! Marley, het sneeuwt! Wat vind je daar nou van? Ja, dat is leuk, hè? Lekker sneeuwtjes! Lekker sneeuwtjes! Luna! Het sneeuwt! Het sneeuwt buiten! Ja, dat is leuk, hè? Dat is leuk, hè? Lekker sneeuw! Oh, lekker sneeuw! Lekker sneeuw! Ja, gaan we straks lekker buiten spelen. Het maakt helemaal niks uit. Ze willen alleen maar de camera pakken. Oké, jongens. De baby's liggen inmiddels te slapen. En het sneeuwt echt zo goed door. Echt niet normaal. Kijk dan. Delft dacht, nou, de hele week heeft het hier niet gesneeuwd. Nu gaan we het even inhalen, hoor. Gelijk, ik denk dat er al wel 5 centimeter is gevallen. Dus zodra de baby's wakker zijn, gaan we lekker naar buiten. Gaan ze hun eerste sneeuw meemaken. Super vet. Maar goed, in die tijd dat de baby's nog aan het slapen zijn, moet er hier in huis natuurlijk ook wat gebeuren. Dus welkom in huizen Darcy en Thomas, waar het altijd één grote puinhoop is. Nee, grapje. We zijn de box aan het opruimen. Daar lag echt super veel rommel in. Al die rommel ligt nu daar, hier en nog een klein beetje hier. We hebben de kerstboom uit de kelder gehaald en de kelder gelijk een beetje opgeruimd. Wat heel erg fijn is, onze deur is ook gelijk uit elkaar gevallen. Oké, ik zei opgeruimd. Wat is dit? Er viel even een statief. Dat betekent dat deze deur gewoon weer lekker dicht kan. En dat geeft best wel veel rust in de woonkamer als die deur gewoon dicht is. Ja. Staat veel mooier ook. Ja. Anders is daar altijd een beetje een rommelhok wat heel erg zichtbaar in beeld is. En nu is dat gewoon niet meer. Geen koelkast hebben. Ja, dat klopt inderdaad. Omdat onze koelkast dus daarachter staat, lijkt het nu net alsof we geen koelkast hebben. Vind ik ook niet erg. Nou goed, wij gaan in ieder geval dit even doen. Soort van. En dan de kerstboom opzetten. En daar gaan we jullie natuurlijk weer bij halen. Ik had de deur open. Kijk, die blije hoofd. Hè. Zo ziet iemand eruit die de kerstboom moet opzetten. Heel blij. Kijk. Hè. Dit is een kerstboom opzethoofd. Woehoe, yippie. Ik heb het gewoon heel warm. Doe je trui eruit, joh. Trek hem uit. Ben jij veel baan? Ik ben je vriendin. Ik ben volwassen, ik pas zelf wat ik aan heb. Oké, okay, is goed, meneertje. Kom, we gaan naar de boom. Moet je kijken, Park, wat we hebben. Moet je kijken. Moet je kijken wat we hebben. Kijk eens. Ah. Poeh, ja, zegt het wel. Poeh. Hoor je dit? Poeh. Mooi, hè? Ja.
Dat is mooi, hè? Wat is dat? Er staat er gewoon een boom in ons huis. Dat is mooi. Ja, dat is leuk, hè? Dat is mooi. Oh, ja, Oh, ze blijft alleen maar ho zeggen. Mooi, hè? Ja, je zakt wel. Mooi, hè? Is het mooi? Wat doe je nou, gekkie? Wat doe je nou? Dat is mooi, hè? Dat is mooi. Gekkie. We hebben Luna net de sneeuw ook laten zien. Die is nu helemaal in trance met de sneeuw. Normaal als we deze stoel hier neerzetten, wordt ze helemaal enthousiast. Nu niet. Dus we gaan... Ja, je wil gewoon naar buiten, hè? We gaan zo lekker naar buiten. Oh. Nou, toch ook wel eten, hoor. Die baby, joh. Wat is er, Luna? Ze is gewoon een maffie eten, hoor. Je bent gewoon een beetje maffie. Kijk eens, Barbie. Wat is dat? Wat is dat allemaal? Allemaal sneeuw? Allemaal sneeuw. Wil je zitten in de sneeuw? Ga je zitten? Wat is dat allemaal? Oeh, wat koud. Barbie zit er zo zuur bij. En Luna vindt het helemaal niet leuk. Daar gaan we. Lekker op de slee. Het is zo koud. Ik vind het helemaal niet leuk. Ga die dikke doen? Nee, dat kan natuurlijk niet. Wat is dat nou? Wat is dat, Luna? Wat is dat? Wat gebeurt er, papa? Wat doe je me aan? En de andere baby? Oh, je moet wel doorrijden. Als je stopt met rijden, gaat ze huilen. Oh ja, nu zitten we vastgevroren. Dan gaan we weer doen. Ik ben zo bang dat ik naar achter val, want ik voel me af en toe best wel hoog gaan. Dit is leuk, hè? Dit is leuk. Zijn we weer thuis. Volgens mij is die weer heel erg vies. En laat ik hem nu gelijk vanaf het begin schoonmaken. Volgens mij is die nou weer goed. Nou, in ieder geval zijn we weer thuis. De baby's die zitten gewoon weer lekker in hun zondagse outfitje. Om het maar even zo te zeggen. En de kerstboom wordt natuurlijk steeds mooier. Omdat het buiten wat donkerder wordt. Ik ga zo lekker. Weet je? Ik ga gewoon lekker het zonscherm naar beneden doen. De sneeuw heb ik wel gezien. Het sneeuwt niet meer. En als het weer gaat sneeuwen, dan doe ik het zonnescherm gewoon weer lekker omhoog. Ik ga nu even lekker naar beneden. We gaan vanavond twee dingetjes maken. Oh, ineens een slabber aan mijn mouw. Oké. Een slap. We gaan vanavond pannenkoeken maken. Dus daar hebben we spulletjes voor gehaald. Ik heb heel erg trek in hartige pannenkoeken. Echt, volgens mij kan je echt super veel lekkere hartige pannenkoeken maken. En we gaan alvast verse lasagne maken. Tenminste, die ga ik niet maken. Die gaat Thomas maken. Die is daar echt heel erg goed in. Omdat meestal als ik pannenkoeken eet, dan krijg ik later op de avond nog wel wat trek. En lasagne, daar doen wij vaak wel 2-3 dagen mee. Dus ik dacht, nou, als we dat dan tegelijkertijd met de pannenkoeken een beetje maken, dan kunnen we en pannenkoeken eten en dan later op de avond nog een stukje lasagne. Want van pannenkoeken... Niet snacken, ook. Nee, maar het is ook zo, met pannenkoeken krijg je vaak later op de avond nog best wel veel honger. Ja. Het is net als met McDonald's. Ja, dan als je wil je dan... gaan snacken. Ja.
Dus wij dachten, nou, dan halen we nog even lekker spullen voor bij de lasagne. Dus die staan hier. Ik ga de baby's zo lekker in bad doen. En daarna gaan ze alweer naar bed. Voor mijn gevoel gaan de laatste dagen... Ze zijn weer super... Volgens mij hadden ze gewoon een sprongetje. Ja, hè? Want sinds 2-3 dagen slapen ze weer goed. En ze huilen ook bijna niet. Nee, maar dat is vaak als ik thuis ben. Ik zeg niet dat het aan mij ligt. Maar het is wel altijd als ik thuis ben, zijn ze wel oké. Toch? Ja, maar dat komt ook omdat er dan twee mensen zijn om ze aandacht te geven. Ja, en waarschijnlijk klopt dat meer voor hun. Ja, dat denk ik ook. Want ze zijn inderdaad vaak wel rustiger zodra wij alle twee gewoon thuis zijn. Want als ik alleen ben, dan is het ook chaos. Ja, als jij alleen bent, dan hoor ik altijd dat het één grote chaos is, inderdaad. Ik heb geen idee wat ik moet doen qua... Dat is zo gek. Dat je eigenlijk de ochtendroutine niet zo goed weet. Nee, ik heb geen idee wat een routine is, dus ik doe maar gewoon wat. Dat is vaak dan helemaal verkeerd. Of tenminste, niet helemaal in lijn met wat er normaal gesproken gebeurt. En dan zijn de kindjes gelijk van slag. Ja. Lekker bezig, papa. Ach, maakt toch niet uit. Ik ben zo blij vandaag, jongens. Daarom. Jij gaat straks even livestreamen. Dat hebben we helemaal nog niet in de vlog verteld, hè? Thomas die gamede eerst wel eens op zijn kanaal Thomas Games. Thomas Games. Nou, wel eens een keer. Ik deed dat 4 keer per dag. Zeg maar 4 video's op een dag upload ik zo'n beetje. Dat heb je een tijdje gedaan. En ja, toen ben je er heel lang weer mee gestopt. Toen begon je weer. Volgens mij toen de kinderen net thuis waren, ben je er weer een beetje mee begonnen. Toen ben je er weer mee gestopt, omdat je eigenlijk geen tijd meer had voor het editen. Maar jij vindt gamen wel heel erg leuk. Ja. En de interactie met mensen. Dus toen is hij, nu is hij gaan twitchen. Dus als je benieuwd naar bent, Thomas gaat elke avond livestreamen. In het weekend vanaf 7:30 of zo. En door de week is iets later, want dan is hij pas 7:30 thuis. Dus ik denk vanaf 8:30, 9:00. Als je daar benieuwd naar bent, is www.twitch.tv/Thomas, als in T-H-E-A-U-M-E-S. Ik ga de baby zo in bad doen, want ik hoor ze een beetje miepen. En Marley gaat nu kruipen met de duim in haar mond. Zoals aan het kruipen. Ze is maar gaan liggen, want duimen en kruipen tegelijkertijd werkt ze niet. Ik ook niet. Gewoon lekker doen wat jij denkt dat goed is. Jij bent hier goed in. Ja, het nadeel is, kijk, dit is natuurlijk al allemaal ingeslinkt en als dit... Ingeslonken. Wat, ja, moet ik jou nou een keer verbeteren op je Nederlands, joh? Ja, goed toch? Je hebt het van de beste geleerd, jij. Ja, dat is waar. Voordat ik met Thomas had, maar ik weet dat mijn Nederlands nog steeds niet perfect is. Verre van. Zeker als ik het schrijf. Ik ben gewoon heel erg dyslectisch. En met regeltjes ben ik trouwens wel een stuk beter met DT... En dat soort dingen ben ik wel beter dan met bijvoorbeeld de als. Beter dan. Dat weet ik. Ik zit de boel te saboteren. Maar ik raak er wel van in de war. Beter, wacht even. Ik zei het goed toch? Nee, maar met bijvoorbeeld het au schrijven, daar zijn geen regels voor. Welke a of welke au je moet gebruiken. Dus dat is heel lastig voor iemand die dyslectisch is. En een regel kan je gewoon leren. Maar iemand die dyslectisch is, die ziet de fout niet. Dus daarom zijn dyslecten vaak, maken vaak fouten met dat soort dingetjes. Oké, okay. Ik ga de baby's lekker in bad doen. Baba. 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 En dan zie ik jullie zo weer. Meiden zijn lekker in bad geweest. En ze zitten nu nog even in een badjasje. En dan ga ik nu even een luiertje aantrekken en dan gaan ze lekker naar bed. Maar ik vond dit er wel heel erg schattig uitzien. Ik moet een klein beetje oppassen wat ik film. Maar het ziet er wel heel erg cute uit, dit.